heette Anna Blaman. En ja, ja. Wat goed, Hans. Wij ondersteunen haar natuurlijk. Ja. Was dat in de openbare bibliotheek? Ik was rond en zag dat niemand naar me keek. Stapte naar de juffrouw achter het loket. Ik vroeg waar heb je Anna, Anna Blaman neergezet? Oh Anna Blaman, oh Anna Blaman, waar ben jij? Oh Anna Blaman, je staat niet in de rij. De juffrouw zei me toen, luister goed naar wat ik zeg. Is ze er niet bij, nou dan is ze toch weg. Uitgeleend is vrouw en vriend een eenzaam avontuur. Door die woorden was ik toen geheel overstuur. Oh Anna Blaman, oh Anna Blaman, waar ben jij? Oh Anna Blaman, je staat niet in de rij. Verdriet greep ik toen naar een boekhandel toe. Van zoeken naar haar boeken word ik toch niet moe. Ze hadden over zichzelf een ander op leven en dood. Mijn hartje ging tekeer, want de sortering was er groot. Oh Anna Blaman. Ik kan me niks meer schelen, ben zo arm nu als Job.